Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van de Ronald Speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij denk ik, nou ja, verder bij de Tower of Power of zo. Ik denk dat we wat gaan doen in de Nether of zo. Ik weet het niet. We gaan maar gewoon eens kijken wat er op ons pad belandt. En wel, dit is volgens mij episode 53, dus ja, GG. Goed, dus even kijken. Oh mijn god, wat is dit nou weer dan? Oké, nou in ieder geval. Dus dat een kabel fout of zo. Nou, dat fix ik later wel. Even kijken. Goed. Eerst vreten. Oh mijn god, ik ben zo honger als een aap, man. Even kijken. Om, nom, 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 nom. Wat is dit nou weer dan verschil iets? Zo. Ja. Om, nom, 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 nom. Moet je even kijken hoe groot zo'n melon slice in principe is. En dan vreet ik gewoon allemaal naar binnen zo. Hup, één, nog één. Om, nom, nom, nom. Ik vreet ook een hele kip in één keer op. Dat is gewoon niet normaal. Even kijken. Oh ja, ik wil nog pumpkins in de tuin neerzetten. Trip, 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 trip. Oké, okay, goed zo. Nou, eens even kijken. Vele mensen die vonden dit wel leuk hier zo met de honden. En dit hier zo. Dus daarom zet ik hier ook een pumpkin neer. En, oh nee, wacht, ik wou dat jack-o'-lanterns van maken. Dat het er s'nachts extra hip uitziet. Ja. Yeah. Nou, even kijken, een stuk of 10 of zo. Ah, fuck it, 15 zo. Oké, dan maken we de hele rotzooi maar meteen. Huppakee, zo. Oké, nou zetten we hier zo'n ding neer. Even kijken, die torch die kan wel ophoepelen. Even kijken, dan kan die torch ook wel weg. Even kijken, dan wil ik hier nog zo'n ding zo. Gewoon voor het spooky effect. Even kijken, dan wil ik hier zo'n ding zo. Zet ik hier een neer zo. Die torch kan ook over de boom af. Even kijken, ik had er niet zo heel veel veranderd aan de ja, tuin, zeg maar. Maar moet ik nog wel eens even gaan doen binnenkort. Eens even zien. Oké, wel. Het klinkt misschien best wel veel aan wat ik nou ga zeggen. Maar ik wil het gewoon even met jullie delen. En gewoon vanavond ga ik gewoon compleet crazy met de opnames. Ik ga zoveel opnemen. En gewoon niet normaal. Ik ga dus nu wat Ronald Speelt Minecraft doen. Dan ga ik misschien later nog even wat, weet je wat ik al het opnemen? Wat... Crysis 3, misschien zelfs nog wel wat van die hippe, hoe de fuck noem je dat ook alweer, Team Fortress 2 misschien wel, who knows. Even kijken, want dat is echt, dat is gewoon hip jongens, even kijken, nou, zal ik nog meer Jack-o'-lanterns ergens neerzetten? Waar zal ik Jack-o'-lanterns neerzetten? Het is misschien ook wel leuk als ik ze wat verder in het bos neerzet, bijvoorbeeld hier of zo, en dan hier zo'n ding zo, en dan daar nog één, nee die staat op je schil. Okay. En dan bijvoorbeeld daar nog een. Kijk, dan ziet er wel chillax uit. Dan moeten we nog even alle torsjes weghalen. Even kijken. Zo, oké. Okay. Boom. Oké. Okay. En dan ga ik even naar boven lopen naar de Tower of Power. En dan wil ik eens even kijken wat voor rotzooi ik daar allemaal nog heb liggen. Want dan kunnen we meteen ook even wat meenemen en even organiseren en zo. En ja, want ik doe dat soort dingen graag op camera. Want kan ik jullie dat zien en zo? Dan willen jullie die episodes gewoon wat langer hebben. Nou, dan kan ik voor zorgen. Dus ja. Ik heb vandaag zelfs 4 video's geüpload. Dus ja, ik merk wel dat er wat minder bekijks is op mijn video's. Het is een beetje, de likes zijn wat. Dus als je de video hebt gezien, jongens, laat het dan gewoon even een like achter. Als je meer wilt zien of als je gewoon zoiets van hebt van, nou, ik vond het wel een leuk video. Dan laat gewoon even een like achter. Het is gewoon even een simpel knopje op een, of een simpel knopje indrukken. Maar het betekent zo gigantisch veel voor mij. Gewoon, ik vind het gewoon... Gewoon cool als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn video en ik zie van, nou, gewoon 20 mensen of zo vinden die video leuk en ze willen meer zien. En dan is wat 200 keer bekeken of zo. Dat geeft me echt een boost om meer te doen. Dus willen jullie gewoon meer zien, laat het gewoon even achter in de comments en like even. Goed, holy shit of rotzooi. Ja, ook heb je nog allemaal wood hier, oké. Eens even kijken, nou, we kunnen zo gewoon al lekker verder werken hier. Netherbrick, ik heb netherbrick nodig. Ja, dat is ook zo. Dus we moeten helaas pindakaas nog een keer terug naar het... Oké, wel fine by me. Even kijken, dan moeten we er even een extra set met chests doen. Oké. Okay. Dump, dump, dump. Oh my god. Ik ga de diamond sword ga ik echt niet meenemen. Die pickaxe ga ik ook niet meenemen. Ja, oké. Okay. Dit neem ik wel mee. Ja, sure, zo. Ah, fuck it. Die poging neem ik ook mee. Ik zal waarschijnlijk niet echt doodgaan aan lava, dus... Neem het mee. Blaze rods heb ik, dat is prima. Oké, okay, chest, dat heb ik helemaal niet nodig. Dit heb ik niet nodig. Wat doen we daarin? Even kijken, dit heb ik helemaal niet. Nee, weg, 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 weg. Oké. Okay. Even kijken, je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt. Dus we nemen wat kabel mee. En we nemen... Gravel hebben we denk ik niet nodig.
Dus ik denk dat dit wel goed is. Die meenemen natuurlijk. Dan kan ik hier allemaal netherbrick verzamelen. Even kijken, heb ik nog meer cobblestone nodig? Nee, prima zo. Oké, wel, let's go. To the nether we go. Even kijken. Ja, oké, ik heb geen diamond chestplate. Dus even kijken, wel perfect. Oh, wacht, ik wil even mijn betere chestplate en pants aan doen. Want die, nou ja, ik heb ze hier dus. Ja, zo. Ik wist niet dat ik nog geen enchant armor hier had liggen, dus ja, oké. Maar goed, dan gaan we eens even wat netherbrick mijnen. En ik wil even wat gaan kijken in de nether en zo, dus ja. Gaan we weer veel vaag doen. Oké, wel, gaan we dan nether in. Even kijken, oké. Hier wil ik nog gaan met die lava. Waar was het nether fortress? Deze kant op, ja. Follow the torches. Even kijken, oké, hier langs. Dan hier langs, hier langs, hier langs, hier langs, oké. Wel, ik zie geen gas. Ik speel wel op normal, toch? Normal, ja, oké. Nou, ga je even netherbrick verzamelen en zo. Het is een beetje een tussenepisode. We gaan gewoon wat interessante dingen doen. Dus ja, ik zal waarschijnlijk voor de volgende episode zal ik wel wat netherbrick off-camera gaan mijnen. Maar ja. Even kijken hier langs. Tenminste, ik ga toch goed of niet? Ja, ik ga wel goed, denk ik. Even kijken bij de sprint even aan. Even kijken. Oh, hier moet ik langs. Oké. Ik ga waarschijnlijk nog wel iets met een railroad track maken een keer hier. Is misschien wel iets voor een livestream met Jordi of zo. Even kijken. Oh my god, hier moet ik naar beneden. Hoe gaan we dat doen? Ja. Is wel allemaal heel leuk en aardig, hè? Maar hoe komen wij naar beneden? Komen wij naar beneden? Godsamme. Wil je naar beneden? Oh, ik heb een trap gemaakt, lol. Oké, dat is zo helemaal veilig voor gasties. Dichtmaken die handel, oké. Is nog zoiets dit? Ik wil het zeg maar gasproof of zoiets. Dat ze me in ieder geval niet zo snel kunnen zien en zo. Oké, prima. Torch. Trip. Oké, prima, zo. Oké, daar staat al dubbele torch. Oké, fine. Meer torches volgen. By the way, ik wil binnenkort ook aan de gang met mijn mushroom farm. Jawel, die ga ik bij de touw verbouwen maken. Ik denk ergens in de kelder of zo. I don't really know. Maar we zullen het gaan zien. Oh my god. Ja, dit haat ik dus. Oké, zo, dan maak ik later nog wel een mooie netherbrick. Of van het netherspul, maar dat heeft nu niet zoveel zin. Zo gevaarlijk wat ik doe, ik loop nu over gravel wat boven lava hangt. Dus daar zou ik wel het een en ander aan moeten veranderen. Mijn god, die meloen die vult ook niet, zeg. Waarschijnlijk heb ik straks nog eten tekort. Dan moet ik op zoek naar mushrooms. Maar ja, ik heb ook geen wood bij me, dus ja. Oké, dan. Nou, hier is de ingang. Gaan we wat brik mijnen, denk ik. Dus even kijken. Trip. Oké, nou dan moeten we even kijken waar we brikken willen mijnen. Want, nou ja, we hebben wel een beetje een goede plek nodig natuurlijk. Ah, kijk hier. Natuurlijk. Nou, dan gaan we mooi brik mijnen. Even kijken. Goed, wel. GG. Mijn. Nee, maar ik wil even over wat onderwerpen met jullie praten. Gewoon over ja, Jordi en mij. En over een nieuwe serie die wij aan het doen zijn. We hebben een nieuwe serie gestart. Genaamd Dualcraft. Jawel, Dualcraft. En wel met Dualcraft willen we niet hetzelfde bereiken als met Multicraft. Dat we echt met heel veel mensen gaan werken en zo. Dit is gewoon Jordi en mij. We gaan niet echt met meer mensen werken. Dus zoals ik net al zei. Maar ja, we gaan gewoon dingen van jullie aannemen. Dus jullie bijvoorbeeld zeggen: doe een Abandoned Mineshaft vinden. Of ga dit doen. Of ga dat doen. Dan zullen we het gaan doen als we op dat moment resources hebben. Als we niet resources hebben, dan zullen we het niet gaan doen. Want wel, we hebben wel de resources nodig. We zijn op dit moment. We hebben op dit moment iets van 4 episodes opgenomen of zo. Ja, volgens mij zoiets. En ja, wij gaan dus niet eerst
jullie goals doen, zeg maar, zo noem ik het even. Nee, we gaan eerst verder met onze eigen dingen. Dus bijvoorbeeld een settlement bouwen, we hebben een NPC-village gevonden. Echt, ik raad zo aan die sier te checken, want jullie mogen achter in de comments laten van wat we gaan doen. En doen we het niet in de volgende episode, dan doen we het wel in een latere episode, als we het idee echt goed vinden. En als we het idee echt goed vinden, dan geven we jou ook een shout-out in de video zelf. Dus ja, maar het moet wel iets origineels zijn. Niet bijvoorbeeld zoiets van, nou, ga een melon farm maken of zo. Nee, maar gewoon echt gewoon iets origineels bouwen of zo. Gewoon weer wel een beetje de originele rotzooi van Minecraft. Dat zou wel cool zijn. Bijvoorbeeld maak licht met solar panels of zo. We hebben nog niet echt een OP cave system gevonden. Zoals ik bij Ronald's Bot Minecraft had gevonden de eerste keer. Maar ja, dat moeten we dus nog even gaan vinden. Oh mijn god. Er komt een elf push ding komt hierheen. En mijn raam staat open. Ik moet even mijn raam dicht doen, hè. Zit nu. Zo. La. Huppakee. Het setup doen. Daar ben ik weer. Oké, gaan we even in game houding. En dan lig ik altijd een beetje achterover in mijn stoel zo. En dan kan ik echt gewoon lekker gamen, lekker alert zijn. Even kijken, we hebben al over een stack met netherbrick. Heel goed, even kijken, we mijnen dit ook nog even weg. Maar ja, ik heb by the way ook vandaag GTA 4 gekocht. Nou, wanneer jullie deze video zien, zal ik waarschijnlijk gisteren GTA hebben gekocht. Dus ja, GTA 4 met Nico en zo. Ik heb nu beide GTA 4's, Episodes of Liberty City en een normale. En ja, je kunt me toevoegen op, ja, wat is het, Microsoft Live of zo. Ik heet Donut Movies. Want wel, het is met mijn Microsoft-account verbonden voor Xbox Live. En wel, daar geef ik door de movies op. Dus ja, misschien ga ik nog wel een keer mijn naam veranderen in de Shadow Games. Maar ik vind het wel leuk dat ik nog iets met door de movies heb. Want heel veel mensen die reageren ook onder mijn video's. Ronald, doe weer eens wat met door de movies. En zeg anders dat je gewoon stopt. Wel, ik wil niet echt stoppen. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En ik vind Lego gewoon ook wel mooi. Alleen ik heb er ook geen geld voor. Want echt gewoon, die gaming setup bij Shadow Games, daar gaat heel veel geld in zo in zitten. En ik heb natuurlijk ook een andere prioriteit op dit moment. Dus ja, maar ik heb by the way bijna de 1 miljoen abonnees gehad. Of de 1 miljoen views. Dus dat is ongelooflijk. Ik zou ook voor 10.000 abonnees dan in vergelijking moeten hebben. Maar ja, dat heb ik dus niet, maar ik werk er enorm hard aan om eventueel wat weer met Donut Movies te doen. En ik zal nooit stoppen, maar ik zal wel inactief worden, denk ik. En als jullie een video van mij zien, dan, ja, dan moeten jullie maar gewoon kijken. Maar ik zeg niet dat ik stop, want ik krijg dagelijks gewoon allemaal abonnees bij. En heel veel leuke comments van mensen die gewoon zeggen van, ah, leuk. En Donut Movies was ook het grootste Lego kanaal van Nederland. Net zoals dus David Games met 600 abonnees. Dus ja, ik heb er 3 jaar over gedaan en ik moet wel toegeven, het gaat wel wat makkelijker af dan met Shadow Games. En de reden daarvoor is wel, Shadow Games kan behoorlijk frustrerend zijn en dat zie ik wel bij Faco Games. Hij had ook een kleine pauze genomen van een weekend of zo waar hij gewoon iets van had van, ik ben helemaal klaar met YouTube. En ik weet niet of dat de waarheid is, maar het lijkt mij best wel logisch, want ik heb dat soms, ja, soms ook, dat ik gewoon echt zoiets heb van, oh YouTube, je komt me de strot uit. En ja, na het weekend heb ik er dus helemaal weer volop zin in. Dus ja, eens even kijken. Ik heb al bijna, wat is het, bijna 4 stacks met netherbrick. Dat is heel mooi. En dan gaan we zo meteen terug naar de echte wereld. En dan gaan we even bouwen. Maar ik wou dus even dit soort topics even bespreken met jullie onder het ja, menen, zeg maar. Oh ja, by the way, nog even over GTA 4. Ik zal met Jordi, denk ik, en misschien wel met Michael van Gamestijd. Denk ik wel leuk om een skill met hem te doen of zo, met streamen of ik weet het niet. Maar ja, dan kunnen we bijvoorbeeld eens een keertje met GTA doen, als jullie dat heel graag willen zien. Ik ga misschien iets met Rampage doen, als jullie dat willen zien. Als jullie een nieuwe GTA Rampage willen zien, dan laat het even achter in de comments. En dan komt er ja, zo snel mogelijk een GTA Rampage aan. Even kijken, zo. En ik zat er toch al aan te denken om er een op te nemen vanavond. Dus laat gewoon even achter in de comments als jullie er echt graag een willen zien. Want wel, dat geeft mij weer support. En dan wordt er een extra leuke en misschien wel extra lange Rampage van misschien een half uur, 3 kwartier, 1 uur. Who knows? Maar ja, als ik dat zo lange video's doe, dan betekent het wel dat ik gewoon niet ja, de tijd heb, zeg maar, om andere video's te uploaden. Dus laat even achter in de comments, jongens. Willen jullie dat ik wat langere video's af en toe upload? Dus bijvoorbeeld van GTA 4, dat ik daar bijvoorbeeld 1 uur van doe. Of willen jullie dat ik een keer 1 uur lange episode voor als wat Minecraft doe? Laat het achter in de comments. En ja, dat betekent wel dat er wat minder video's uitkomen die dag. Dan komen er nog steeds gewoon 2 video's uit. Misschien wel 3 als ik tijd heb. Want ik heb het morgen echt enorm druk. Dus morgen, vandaag dus, zien jullie deze video. En misschien nog 2 andere video's. Misschien wel Hunger Games of zo. Who knows? We zullen dat allemaal wel zien. Dus even kijken, eens even wat meloen eten hoor.
Oh mijn god. Ik merk wel dat als ik nu zo bezig ben hier in de Nether, dat ik eigenlijk best wel comfortabel hierbij ben. En dat ik niet zoiets heb van, oh nee, Nether. Nee, ik ben er best wel ja, content mee aan alles. En ja, ik heb niet echt moeite om te werken in de Nether, omdat ik het al heb ontdekt. Dus het is al een beetje bekend bij mij, snap je? Dus ja, maar goed, eens even kijken. Zo, dit ga ik nog allemaal anders maken. Ik ga binnenkort ook een Netherbase maken. Maar het lijkt me leuk om dat in een livestream met Jordi te doen. Ik wil echt gewoon wat gewoon als Minecraft dingen doen met Jordi. Dus ja, dan gaat hij misschien wel streamen op mijn kanaal. Weet ik veel. Even kijken. We streamen ja, bijna wel iedere ja, week. Ik wil niet zeggen iedere dag, want dan klik ik weer zo'n douchebag achter. Nee, maar we streamen bijna wel iedere week. Dus hou gewoon even mijn Twitter in de gaten. @ShadowGames23 en daar post ik zo snel mogelijk op. Of ga streamen, ja of nee. Volg mij überhaupt gewoon even op Shadow Games. Ik heb die over de 100 volgers echt super bedankt allemaal. Ik heb jullie aan mijn wacht even. Maar ja, op mijn Twitter, daar post ik de dagelijkse video's. Dus bijvoorbeeld, daar zien jullie 's ochtends van, oké, deze video's komen online. Van bijvoorbeeld, ik upload vandaag maar 2 video's. Want zo en zo en zo. Of ik upload zoveel video's omdat, nou, zo en zo en zo. Ik heb vandaag 4 video's, of nou, gisteren in principe, 4 video's geüpload. Want nou, ik voelde me een beetje schuldig in verband met jullie. Omdat ik jullie een beetje heb laten zakken in verband met de uploads en zo. Want ik had beloofd 3, een beetje tot 4. Maar ja, het is allemaal niet geworden. Het is 2 tot 3 geworden. En nou, dat vind ik wel een beetje jammer. Maar, ja, ik ga mijn best doen om die 3 video's per dag op te doen. Dus ja, eens even kijken. Nou, dan gaan we eens even lekker aan het werk met de ding hier. Eens even kijken. Gaan we eens even slapen. Ik ga de fundering alleen even leggen. Maar het was een soort neuzelaflevering vandaag. Ik weet het, ik weet het. Maar dat heb ik met opzet gedaan, want ik wil dus deze topics met jullie bespreken. Dus ja, eens even kijken. By the way, ik heb 800 gehad. Echt super, super bedankt, jongens. Kijk hoe licht dit is met die Jack-o'-lantern. Dat is gewoon epic. Maar, oh, dat is een torch, dat mag niet. Maar, ja, ik vind het dus echt gewoon geweldig hoe hard ik ben gegroeid de laatste, ja, week eigenlijk. Het is echt enorm hard gegaan. Dus allemaal een shout-out naar jullie. En binnenkort ga ik ook weer verder met gamen met kijkers. Alleen dat vergt gewoon echt heel veel planning. Dus daar gaan jullie deze week nog wel misschien 2 afleveringen van zien. Moet ik even kijken, maar ja, ik had daar ook een bad shit, hoor. Nou ja, ik moet toch even wat iron meenemen, want dat heb ik hier volgens mij niet. En ik heb, nou ja, ik heb eten nodig, dus ja. Dump die meloen daar maar bij. Ik heb het helemaal gehad met die idiote meloen. Pakken doen, wat hebben we hier? Oeh, steak. Ja, ik heb heel veel eten nodig, want nou ja, ik ga dus heel veel werken en shit. Dus juist even kijken. Trip, 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 oké. Lalalala, even kijken, ik wil wat iron meenemen. Boom boom, even 2 blokken. Met dit erbij. Want ik zal waarschijnlijk ook nog wel wat expedities naar de Nether gaan doen. Dus ja. Snurken. Ik wil snurken. You may not rest now, hè, allemaal. Nee toch, als ze op de zolder zitten. Nee, dat dacht ik al. Oh shit, sorry. Nee, dat moet ik me later weghalen dan. Valt niks aan te doen. Even kijken. Boom, boom. Nou, we hebben even die pilaren hier. Moet ik later maar weghalen. Nou, dan ga ik daar wel slapen. Radio, daar ga ik dan ook altijd even kijken. Zeg. Nee. Dus even kijken. Pompadompadom. Maar ik zal ook even een beetje mijn idee van de Tower of Power gaan uitleggen. En ik appetiet na van Paul zoals Junior. Ik heb de naam er wel van. Maar mijn wat komt. Compleet anders. Het wordt met een laboratorium aan de zijkant en dat is gewoon anders. Oké, dan wel. Dan moet ik wel eens even kijken. Oh, maar what the fuck? What the fuck? What the fuck ben jij? Oh my god, zombie villagers. Baby zombies. Dat vind ik niet leuk. Oh my god. Oh my god. Stebek. Stebek. Zombie siege. Echt serieus. Nu, een zombie siege. Kan ik die niet bij gebruiken? Hobby's ook altijd goed zo. Dan moet ik snel wegwezen, want anders roepen ze hun vrienden en zo. Dat is weer zo'n nieuw ding van 1.6, hè. Even kijken. Oh, wat was dat? Ach, oké. Oké dan. Nou, ik ben al lekker lang bezig volgens mij. Nou ja, het zal wel. Haja! Boom! De sterf je lelijk het. Oké, nou, moeten we even gaan kijken. Schep. En nog een schep. Ja, we moeten de deur weghalen namelijk.
Dat is een hol. Geen schep, oké. Okay. Een schep, oké. Donder op! Zombies! Oh my god! Eerst hadden ze zo'n ding, daar kwamen zombies uit de lucht vallen, maar... Nu spawnen ze gewoon! Oh my god, wat is dat? Mine G of zo? Of weet ik veel hoe dat ding noemt waar al die zombies komen en zo. Terraria met die zombie sheets, ja. Even kijken. Boom. Oké, boom. Boom, boom. Zoals ik dit hier heb, dan wordt het allemaal een stuk duidelijker. Er komen 3 verdiepingen op, denk ik. Of misschien wel wat meer, want ik wil hier ook een mushroom farm en een netherworld farm maken. Ik ga die netherworld farm met van die leuke droppers doen. Dus misschien ga ik daar wel wat ondergronds mee doen. Maar ja, ik wil wel wat met nieuwe Minecraft 1.6 soort doen. Dus ik zal waarschijnlijk totaal geen verstand van hebben. Dat zal weken gaan duren voordat ik die soort onder de knie heb. Maar we gaan het allemaal merken en zo. Maar goed, eens dus even kijken. Zo, nou, zo wat het dus in principe... Oké, hier moet een raam komen. Oké, zo. Maar jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten. Want anders wordt het wel een beetje te lang. En dat is natuurlijk ook niet echt doodleuk. Dus hup, 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 hup. Hup, hup. Dus ja jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie even een like achterlaten als jullie deze episode leuk vonden. En als jullie meer Ronald speelt Minecraft willen zien. Ik ga even wat doen. Ik ga pas weer een nieuwe Ronald speelt Minecraft uploaden als ik 15 likes heb gehaald. Ik wil even kijken of dat op dit moment haalbaar is. Want ik weet dat jullie allemaal op vakantie zijn. Maar er zijn toch wel 15 mensen die deze video kijken. Dus ja jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Volg me nog even op Twitter. @ShadowGames23. Abonneer ook nog even. Je helpt me er echt enorm mee. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.